Het 125-jarig bestaan van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst werd in het kader van het Holland Festival gevierd met een concert in de Ahoyhal. Onder leiding van Eduard Flipse werd hier de 8e symfonie van Gustav Mahler ten gehore gebracht. Dit werk wordt maar zelden uitgevoerd omdat het een bijzonder grote bezetting eist. 11 koren, talrijke vocale en instrumentale solisten, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, versterkt met het Brabants Orkest, in totaal 1000 personen werkten aan deze uitvoering mee. U hoort het slot van het eerste deel van deze machtige symfonie. Van 10.000 aanwezigen brachten de dirigent en de uitvoerenden hulde met een langdurig applaus.